Freeshort de Arendsost is de beste landelijke camping van Europa. Michael Snoek, hoe word je dat? Dan word je gekozen. En je, wij zijn gekozen door de Caravan Motorhome Club. Dat is een Engelse organisatie. De grootste kampeerclub in Europa. Meer dan een miljoen leden. En 2700 campings die doen mee. En uh, wij hebben ons eigen niet aangegeven, dat hoor je zomaar. Dat was een verrassing voor ons, maar we vonden het wel heel leuk. En we zijn gekozen. En de uh, landelijke camping, ja, we liggen hier in een fantastisch vechtdal. Heel rustig, net zoals nu. Als ik niks zeg, dan, dan hoor je helemaal niks. Uh, de rust, de ruimte. En uh, ja, de omgeving. Ja. Mensen zijn gek van onze omgeving hier in Ommen. Het is mooi en vlak, super voor fietstochten, de vecht waar ze in kunnen vissen. Ze kunnen erin varen, ze kunnen erin zwemmen. Het is ja gewoon fantastisch. Ja, mooie landelijke gelegen. Je zegt het al, Engelse clubben die jullie gekozen hebben, betekent dat ook veel Engelsen op de camping? Ja, de Engelsen maken ongeveer een, een 30% van onze cliëntel uit. We doen ook heel veel voor die groep. Elke zomer organiseren wij toertjes. Mensen hun eigen in, al, soms een jaar van tevoren. En dan komen ze hier voor een, een 10, 12 dagen. En dat zijn meestal kleine clubjes van uh, 10 personen. En dan maken we een heel programma, elke dag wat anders. Meestal om, uh, ja, op, op de fiets. En dan gaan ze naar een, een molen toe, gaan ze wijnproeverij doen, gaan ze aardbeien plukken. Ja, elke dag is wat anders. Een dagje naar Giethoorn. Ja, en ja, dat vinden die mensen mooi dat ze een georganiseerd iets hebben. Ja. Elke avond wordt er ook wat georganiseerd met een etentje of uh, ja, drinks aan de terrace, zullen we zeggen. Ja, en nu zijn jullie een uh, resort, in de naam, resort de Aarnsos. Maar jullie zijn gekozen tot de uh, beste camping. Wat is het verschil tussen een camping en een resort? Bah, eigenlijk is hetzelfde, alleen in een andere taal. Ja. Uh, resort, als je het letterlijk vertaalt, is het vakantieoord. Ja. Uh, en, ja. Camping denk ik iets meer aan uh, ja, tenten, uh, caravans. Ja, dat hebben we ook. nog een heel gedeelte achter ons zien we onze uh, huuraccommodaties, maar we hebben ook ja, een heel gedeelte waar, waar de toerwagens nou staan. die zijn leeg vanwege ja nu, nu zijn we gesloten. maar dat is uh, maar vakantieoord, resort. Ja, het komt een beetje op hetzelfde neer. ja, maar vooral uh, komen de mensen hier voor de rust. Ja, de rust en de omgeving. Ja, uh, we zijn een natuur- en landschapscamping. En uh, ja, als je hier s'avonds bent, je hoort helemaal niks. En overdag, zomers ook niet. Ja, gewoon echte de rust. Ja, ook het publiek dat hier komt. Het is eerder dat ze lekker voor een tentje zitten s'avonds met een glaasje wijn. Te genieten van elkaar en van de rust. Dan dat het hier feest en uh, uh, de polonaise is. Nee, weinig polonaise. Nou, zijn jullie ook erg in trek bij vissers? Heel erg in trek. Dat is een, een tweede hele belangrijke doelgroep. Niet alleen onder de Nederlandse vissers, maar ook onder de Engelse vissers. Uh, de Vecht is een, een van de mooiste rivieren in Nederland om te vissen. Uh, ja, er zijn heel veel verschillende soorten vis, uh, waaronder de brazen de, de, me, de meest populaire zijn. Dat zijn uh, grote jongens van 60 centimeter, wel eens tot uh, 2,5 kilo uh, dik. En uh, ja, jaar zijn we ook nog geweest op VistV. Heel populair. Een hele grote volging. Uh, en dat was ook hartstikke leuk. Ja, die uh, vissers uh, komen Engeland en Nederland. Uh, zeg je, dat zijn de landen waar jullie op concentreren. Want uh, ja, Duitsland is in feite ook ja. dichtbij. Ja. Nee, de, Duitsland hebben we in de laatste twee jaar ook een hele grote stijging gezien. Uh, niet alleen onder kampeerders, maar ook onder vissers. Uh, dus ja, we promoten ons eigen goed. Uh, als alle campings samen samen met uh, Vegdal Marketing. Ja, super. Ja, be beste camping van Europa geworden. Nu voor, voor dit jaar, maar om te blijven. En wat ga je daar dan doen? Uh, we zijn heel veel aan het doen. Uh, we zijn nu helemaal op de groene tour. We zijn allemaal kijken dat we helemaal op zonne-energie kunnen functioneren. Uh, en ja, we zullen altijd wel wat kijken. Ik denk niet dat we nog een tweede keer, want die prijs zal wel naar iemand anders gaan. Uh, maar we gaan kijken dat we iets anders wel in de, in de macht kunnen slepen. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel prijzen die in januari ooit gereikt worden. Ja, niet alleen door de Caravan Club, maar ook door de ADAG en door de ABB. Uh, ja, het is altijd prijzenslag in, uh, in januari. Ja, die caravanclub uit Engeland heeft jullie gekozen. Is er in Nederland ook een vergelijkbaar iets? Ja, je hebt de ANBB in Nederland en je hebt de ADAC natuurlijk in, uh, in Duitsland. Ja. Uh, maar ja, hoe groter het land, hoe groter zo'n club is natuurlijk. Uh, maar ja. Ja, en de mensen moeten uh, natuurlijk op jullie stemmen? Uiteraard, uiteraard. Ja, die, het is een combinatie tussen de stemmen van de gasten, maar ook uh, je wordt gekozen door, door, door zo'n directie. Ja, twee Die jury komt ook voorbij om te kijken? Ja, we krijgen elk jaar een inspectie. En dan ja, komen ze wel als doen, ze maken een praatje met de gasten, ze kijken dat het allemaal schoon is, dat het allemaal picobello is. Ja. Maar daar zijn jullie nu weer druk mee bezig om alles picobello te maken voor in de zomer? Heel hard mee bezig. Ja. Wanneer gaat het seizoen beginnen? Uh, begin april, uh, het laatste weekend in maart. Begin april zijn we, gaan we altijd open. En tot en met eind oktober. En dan mag er de hele tijd gevist worden? Dan is het visseizoen. Ja, de meeste mensen die vissen, die doen dat zomers, omdat het weer er dan wat lekkerder is. Ja, de echte diehards zie je nou wel. Maar ja, wij moeten ook onze onderhoud doen en onze rust nemen. Dus daarom zijn we de wintermaanden gesloten. Heel veel uh, succes. Dank je wel.